Goedemorgen allemaal mensen. Mooi dat jullie in grote getalen opgekomen zijn. Mijn naam is Marcel Hermans. Ik werk vanaf 1999 bij BMC. En zoals jullie op het scherm kunnen zien, een kleine indruk te geven van wie ik ben, wie je voor je hebt, een aantal steekwoorden weergegeven. Verschillende functies gehad her en der in het land. Ik wil jullie meenemen wat mijn ervaringen zijn op het gebied van coalitieonderhandelingen, verkiezingen, in de diverse rollen overigens. Maar vandaag heel specifiek over de rol van griffier. Goed om ook op te merken dat voor de meeste van jullie waarschijnlijk de raadsverkiezingen bijna 4 jaar geleden geweest zijn. Ik denk dat ik hier ook sta omdat ik de afgelopen jaren elk jaar geconfronteerd ben geweest, ervaringen heb opgedaan met raadsverkiezingen. En dat is dan in de context van gemeentelijke herindelingen die her en der hebben plaatsgevonden. Als jullie vragen hebben, prima om dat op de chat te doen. Ik heb ook er geen moeite mee als dat tussendoor mondeling kenbaar wordt gemaakt. Het is wel zo, merk ik, dat nogal wat minuten van onze presentatie zijn afgesnoept, dat we eindigen om 10:30. Dus we moeten even kijken hoe dat gaat. Maar reageer maar en we zien wel waar dat precies uit gaat komen. Ik vind dat het echt een gesprek moet worden, dus intrumpeer en vind allerlei dingen. Er staat inmiddels een cactusachtige plant naast mij. Ik hoop niet dat dat symbolisch is voor het gesprek. Ik ben vrij recent de afgelopen maanden nogal geïnspireerd door een aantal uitspraken die her en der gedaan zijn. En ik zou mijn presentatie ook wel willen plaats laten vinden onder het motto van het licht moet aan in het kippenhop. Uitspraak van Johan Remkes de afgelopen maanden bij herhaling. Waarom heb ik die opgenomen en waarom vind ik hem buitengewoon inspirerend? Zoals jullie weten heeft hij een aantal klussen gedaan bij de provincie Limburg, de gemeente Den Haag. En inmiddels ook landelijk met de formatie. En wat ik constateer, als je daar goed naar kijkt hoe hij dat doet en wat hij precies doet, dan wordt hij binnengehaald onder het containerbegrip bestuurscultuur. Maar dat hij dat steeds verlegt naar parlementaire cultuur, of de cultuur die in raden aan de orde is. En dat is aan de vooravond van verkiezingen toch wel heel relevant volgens mij. En hij brengt steeds onder de aandacht, met dat licht moet aan, dat raadsleden zich in toenemende mate moeten realiseren welke rol en verantwoordelijkheid ze überhaupt hebben. Vatbaar voor discussie en heel relevant. Rechtsboven staat een uitspraak. Die heb ik vorige maand gehaald uit een presentatie van de Bestuursacademie. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daar als griffiers in zitten. Ik ben het zeer zeker niet eens met deze stelling, omdat de griffier daar in een hoek wordt geplaatst waar die niet thuis hoort. En ik zal jullie dadelijk proberen duidelijk te maken hoe ik met praktijkvoorbeelden van de afgelopen jaren daar op een andere manier in zit als het gaat om het proces van coalitieonderhandelingen. Ik zie een zwaai, maar ik 1 hand opgestoken. Desiree Tissen. Ja, sorry dat ik je heel even onderbreek, maar je slide, heb je die gedeeld? Desiree Tissen wil een vraag stellen, maar ik hoor of zie niks. Oh, ik hoor haar wel en Desiree, ja. Ik zie hem wel, ja. Oh, ik niet en ik zie in de chat ook iemand anders niet, maar dan moet ik zelf nog maar even hier... Ik hoor haar nu, ja. Misschien niet in je presentatie of zo. Of nee, ik zie de presentatie, beeld, maar ik zie hem heel klein. Ik zie hem niet bij de vorige spreker, was hij heel mooi in beeld. Ik ga zelf wel even op onderzoek uit. Ja, onder optie. Dan, ik hoor haar heel goed. Ja, oké. Dank je. Ja, je kan het heel eenvoudig oplossen. Als het goed is, als je dan op het beeldschermpje, want waarschijnlijk zie je allemaal kleine schermpjes, ga je op het beeldscherm staan en dan doe je vastpinnen. Zal ik gewoon verder vertellen met wat ik... Of moet ik op een vraag reageren? Oké, ik ga verder.
Nou, Herman Tjeke Willink, ook een gerespecteerd iemand bij het openbaar bestuur, die geeft ook aan dat in de lokale democratie op het niveau van gemeenteraden er meer aan de hand is dan op het nationale niveau. En dit zijn allemaal uitspraken, daar zou ik iets over willen vertellen, wat ik daarmee doe in de dagelijkse praktijk. En dan uiteraard in de context, wat doet de griffier daarmee? Overigens, in het eerste deel van het webinar vanmorgen sprak me het verhaal van, ik dacht de griffier van Leusden heel erg aan. Want dat is toch wel een beetje de rode draad van mijn verhaal vanmorgen. Om vooral aan de voorkant van de verkiezingen als griffier in actie te komen. En dat kan op verschillende manieren. Dus vandaag al daarmee starten. Ik wil dat toelichten aan de hand van 3 stappen. Procescoalitieonderhandelingen, aantal inhoudelijke onderwerpen en versterking van de raad en invulling van de griffie. Waarbij het accent op punt 1 ligt. Dat in dat proces zijn voor jullie niet onbekend 3 stappen te onderscheiden. Wat doe je vooraf? Wat doe je tijdens de onderhandelingen? En wat doe je erna? Wat ik de afgelopen jaren zo al doe, is ruimschoots, en dan praat je toch echt een half jaar tot een jaar van tevoren, een aantal thema's met de huidige raadsleden. Dat kan de volledige raad zijn, dat kan fractievoorzitters zijn, dat kan een werkgeverscommissie zijn, sessies organiseren over een aantal onderwerpen. Om te kijken of je daar gezamenlijk als raad iets van vindt, zowel over de inhoud als over de rol die je als raad zou willen hebben en die meeneemt in de onderhandelingen. De praktijk leert dat we weliswaar nieuwe raadsleden gaan krijgen, maar een substantieel deel van de raadsleden gewoon blijft zitten. En dan is het toch altijd heel erg interessant om eens een aantal dingen mee te nemen. Ik haal er eens een paar voorbeeldjes uit. Ik doe op dit moment sessies met raden. Puntje 3, wat voor raad wil je zijn? Kun je daar iets over vertellen wat als raadslid belangrijk wordt gevonden en hoe je als raad zou willen functioneren? In sommige gemeenteraden is de verhouding heel erg lastig. Worden hele slechte en verkeerde dingen naar elkaar gegooid. We hoeven de voorbeelden nu niet te noemen. Maar het is wel zinnig om in deze periode eens met elkaar aan tafel te gaan zitten en problemen die er zijn uit te praten, voor zover dat kan. Ik vind dat je daar als griffier een stimulerende rol in hebt. En ik neem ook het initiatief. Dat is niet altijd even makkelijk om fractievoorzitters bij elkaar te plaatsen en over thema's als vertrouwen, respect, commitment, gelijkwaardigheid, dat soort thema's te praten. Dat je die gelegenheid biedt, leidt ook vaak tot een document. Je kunt dat een waardegedreven raad noemen of een visiedocument, geef er maar een titel aan. Maar dat leidt tot iets. En in de voorbeelden waar ik het toegepast heb, heeft dat ook consequenties voor coalitieonderhandelingen en wordt dat daarin meegenomen. Ik zou jullie echt adviseren om daar iets mee te doen. Ruimschoots voor de verkiezingen. Een ander voorbeeldje. Omgevingswet, participatie, rol van de raad. Ik denk dat gemeenteraden op dit moment voluit, soms komt het in de oren uit, presentaties over de omgevingswet. Maar ik krijg heel vaak terug wat nu precies de rol van de raad is in dit soort trajecten. Omdat ik dat zo vaak terugkrijg, organiseer ik een avondvullend programma voor de hele raad, commissieleden, soms mensen van buiten, om specifiek eens over die rol van de raad te gaan praten. Dus dat is niet over wat is een omgevingswet en wat doe je ermee, maar wat betekent dat nou precies voor een raad in relatie ook nog tot participatie. Volgende week hebben we zo'n sessie. Ik zie een vraag, Wouter Ernes. Ja, dankjewel. Mooi. Ik begrijp dat je er een paar voorbeelden uitpikt. En de allerbovenste, ja, die vond ik ook wel interessant, ook hoe je het had geformuleerd.
Op basis van het eerste punt wat je net aanhaalde, we hebben toevallig gisteravond een dergelijk gesprek met de raad gehad, waarbij inderdaad ook wel heel voorzichtig raadsleden aangeven hoe ze daar naar kijken. En ik was eigenlijk heel blij dat aan het eind van de avond de conclusie was, het gaat er dadelijk na de verkiezingen om hoe we die verkiezingsuitslag interpreteren. En dat is een hele ouderwetse zinsnede, zeg maar, hè. En bij ons is dat eigenlijk nog nooit gedaan. Dus na de verkiezingen een openbare vergadering waarin echt de verkiezingsuitslag wordt geïnterpreteerd. En wat gaan we daar nou mee doen? Nou, ja. Dat voortbordurend op die vraag, wat wil je eigenlijk voor raad zijn? Wat zijn wij voor een gemeente? Wat past daar voor een raad bij? Ja, ik hoop dat daar een andere werking uitgaat dan meteen van hoe gaan we het aanpakken? Coalitieakkoord. Want die stap, ik geloof in ieder geval voor een kleine gemeente als waar ik in werk, de gemeente Waalre, is dat, geloof ik niet, daar niet meer zo in coalitie, oppositie. Nou, het is uit mijn hart gegrepen, zou ik zeggen. Wat ik mooi vind aan jouw reactie is dat je nu al die gesprekken voert met raadsleden of fractievoorzitters, wat het zijn, er komen verschillende organen voor in aanmerking, dat je die op dit moment al voert, zodat je daar geen moeilijke discussies over krijgt in het proces van de coalitieonderhandelingen en pas dan discussies krijgt over wat is een rol van een Griffie in het hele traject precies. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ik heb het puntje van raadsplan, coalitieakkoord, collegeprogramma opgevoerd, dat eerste streepje, omdat ik, net zoals ik jou, als ik het goed begrijp, ja, soms best wel last heb van coalitieakkoorden, omdat als griffier en complete raad dat maar een beperkte werking zou hebben. En weliswaar zijn er nog niet heel veel gemeenteraden die met een raadsplan of raadsakkoord werken. Maar het zijn er inmiddels toch wel iets van 70, 80. En dat werkt goed, is mijn ervaring. Uitzonderingen daar gelaten uiteraard. Om toch meer als bij de start van het traject, meer als totale raad een aantal punten te benoemen. Ik liet bij mijn eerste sheet de spreuk zien van ja, 80% van de onderwerpen, daar vindt een raad hetzelfde van. Nou, leg dat dan gewoon vast in zo'n raadsplan. En dan zie je wel wat voor consequenties dat bij een coalitieakkoord heeft. Maar om dat te willen, en dat is mijn punt, moet je die discussie dus nu in oktober, november al voeren. Ina Schutte. Ja, toch eventjes aanhakend op dat verhaal. Wij zijn in Leusden, vlak nadat, voordat ik kwam, hebben wij gewerkt met een raadsakkoord. En daarvan zeiden alle fracties dit nooit weer. Want bij de nieuwe verkiezingen was hun smoel weg. Want wat hadden ze gedaan? Dat raadsakkoord hadden ze vertaald naar, oké, wat voor type wethouders willen we hierbij? En die gaan het even de klus klaren. Dus wat je kreeg was dat eigenlijk iedereen kop en kont gebonden was aan wat die wethouders gingen doen. Want dat was helemaal gekoppeld aan het raadsakkoord. Ja. En dat is echt wel een foutje geweest in de aanpak in Leusden. Dus het woord raadsakkoord mag ik nooit meer noemen. Ja. Coalitieakkoord ook niet trouwens. Dus dat is leuk. Maar dus wel even een kleine tip dat je zo'n raadsakkoord niet te ver moet door. Je moet echt je grenzen aanbrengen daarin. Grenzen aanbrengen, klinkt een beetje raar misschien, maar toch redelijk abstract houden. Ik zie het alleen maar als een verzameling onderwerpen waar je aan de voorkant commitment over hebt. Maak het niet te gedetailleerd en bind er zeker geen consequenties aan voor de uitvoering naar wethouders, wat je net hoort zeggen. Maar ik hoor te vaak in gemeenteraden, in raadsvergaderingen, dat verwezen wordt naar het coalitieakkoord en dat zaligmakend is. Ik denk dat je als griffier daar toch met een wat andere blik naar moet kijken. En dan kan een instrument als een eenvoudig, simpel raadsplan, met alle risico's van dien, hoor, dat geef ik toe, wel een functie in hebben. Ik zie een vraag van Elske. Wanneer kies je voor een raadsakkoord? Dan is het meer een proces. Ja, absoluut.
Het hele gebeuren, mijn hele verhaal, is een procesbegeleiding. En je hebt niet de ambitie om een inhoudelijk thema al helemaal af te kaarten. Dus ik bevestig dat dat een kwalitatieve verbetering zou kunnen zijn in het proces. Ik vind wel dat een griffier ook een rol heeft om een aantal inhoudelijke thema's naar voren te brengen, vooraf. Dat zijn thema's die ik hier bijvoorbeeld noem. Want dat doen niet zoveel andere mensen in een gemeentehuis. En ik snap, zeker in kleine gemeentes, dat je niet altijd de capaciteit hebt om dat te doen. Maar ik constateer dat in steeds meer gemeentehuizen griffies een rol hebben om participatie te organiseren. Wat een bestuurscultuur zou moeten zijn, is niet per definitie aan een griffier. Maar ik denk dat een griffier zich wel druk moet maken over wat Remkes noemt de parlementaire cultuur of de cultuur in gemeenteraden. Daar moet hij over inhoudelijk over meedenken en iets organiseren, meehelpen dat de raad zich daarin ontwikkelt. Ik zag dat onze griffier van Roermond ook aanwezig is en daar net volgens mij in een chat ook een opmerking over maakt. Het is buitengewoon lastig om dat te doen, zeker als het een hele grote voorgeschiedenis heeft. Maar ik vind wel dat je als griffier, schriffie, daar positie in moet kiezen en initiatieven moet nemen, voorafgaand aan de verkiezingen en voorafgaand aan de college-coalitie-onderhandelingen. Dan creëer je ook als griffier een positie en neemt de kans ook toe. Dat is ook een beetje rode draad bij mijn punt in het verhaal, dat je meer gerespecteerd wordt als adviseur tijdens het proces van de onderhandelingen. Ik zie vaak dat griffiers aan de zijkant van dat soort trajecten staan. Puntje 3. Veel gemeentes die werken met projecten en programma's. Maar ik zie ook in toenemende mate dat men het daar niet meer mee redt en dat een stapje extra gedaan wordt richting opgavegericht werken. En dan bedoel ik niet de grotere thema's als de opgaves van de omgevingswet, sociaal domein, maar dat je een andere werkwijze gaat opzetten en gesprekken arrangeert in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers van een samenleving, vertegenwoordigers uit de raad, misschien wel een hele raad, en college en ambtelijke organisatie. En omdat die samenleving en die politiek daar zo op wil sturen, in toenemende mate, kun je daar als griffier ook een hele mooie rol in vervullen. Onlangs in een gemeente, omdat er nogal grote opstanden uitbraken vanuit de samenleving bij grote projecten en programma's, constructen bedacht om aan de praat te geraken met mensen uit de samenleving, raad, college. En daar is eigenlijk in gezamenlijkheid een andere manier van werken geformuleerd. Moet nou blijken of dat in de harde werkelijkheid echt gaat werken. Maar ik weet zeker dat dat met de aanstaande verkiezingen en bij de coalitieonderhandelingen die zullen plaatsvinden, die andere manier van werken een thema gaat worden. Want dat is echt collectief omarmd door de hele raad en die vertegenwoordigers uit de samenleving. Om die mensen bij elkaar te krijgen, dat is echt een initiatief geweest vanuit de griffie. In die zin neem ik ook echt afstand van het citaat wat ik met mijn eerste dia heb laten zien, waar opgemerkt wordt dat dat alleen een verantwoordelijkheid is van de gemeentesecretaris. En dat de griffie of de griffier alleen op ondersteuning in het proces zit. Nee, ik ga op die scheidslijn zitten van procesondersteuning en een aantal thema's bij de hand pakken die niet op andere plekken in de gemeentelijke organisatie worden opgepakt. Wouter Ernes. Ja, dank je. Wat ik ingewikkeld vind is...
dat als je het gesprek over de verhouding tot de inwoner in echt inhoudelijke beleidsvoorstellen. Als je dat bespreekt met de raad en hoe moeten we ons daartoe verhouden en hoe gaan we daarmee om, dat het op papier en zeg maar met de mond beleden, dat je dan heel ver komt. En eigenlijk wat je schetst van ja, de eensgezindheid in de raad om dat op een nieuwe manier te doen, opgavegericht of vanuit de bedoeling hanteren wij dan als gemeente, dat die wens en die de echte gedragenheid daarvan is heel groot. En als het dan aankomt op gedrag, gewoon tijdens de raadsvergadering als er een voorstel voor ligt en er is een heel proces doorlopen, dan is dat af en toe heel weerbarstig en dan druk ik mijn mild uit. En daar, als gevier daar dan elke keer weer dat gesprek over aangaan en inderdaad een ander perspectief schetsen, dat is best wel vermoeiend. Ik herken dat, het is buitengewoon moeilijk. Ik denk ook dat in veel gemeentes dit een thema is. Maar waarom heb ik dat opgevoerd? Omdat je ook als griffier het initiatief kunt nemen om een stapje verder te gaan. Door niet alleen als griffier met die raad of die raadsleden te praten, maar in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers van die vier niveaus, noem ik dat maar even. Mensen uit de samenleving, mensen uit de raad, vertegenwoordigers uit het college en de ambtelijke organisatie. En daar spreek je iets mee af. En in het voorbeeld wat ik nu noem, en ik zeg niet dat je dat zomaar kunt overnemen hoor, maar daar is in deze casus wel voor gekozen, is daar een soort regieteam uit ontstaan waar structureel die vier vertegenwoordigingen in vertegenwoordigd zijn. En die doen uitspraken, die blijven volgen bij de grotere programma's, de grotere projecten, of we op koers blijven zitten, wetende wat de gezamenlijke afspraken zijn. Dus dat is wel een middel om dat te blijven volgen. En dat gaat af en toe echt verkeerd, maar het voordeel daarvan is wel dat je niet alleen meer met raadsleden zit te praten. Nee, je zit in gezamenlijkheid te praten. En dat is eigenlijk ook een essentie van dat opgavegericht werken. En wat ik hier noem sturen op maatschappelijke impact. Mensen uit verenigingsleven, uit het maatschappelijk middenveld, die zitten daarbij. En dat verandert wel eens af en toe. Maar er zit wel een regelmaat en een structuur in. Nogmaals, ik zeg niet dat dat in elke gemeente kan en wenselijk is. Maar het is wel een voorbeeld van hoe ik aan de voorkant in een griffierspositie dat zit te beïnvloeden, initiatieven neem die vroeg of laat ook consequenties gaan krijgen voor collegeonderhandelingen en coalitieakkoorden en misschien een raadsakkoord. En ik neem daarmee dus afstand van een uitspraak die ik eerder liet zien dat alleen maar het taakje is van de gemeentesecretaris, want die zit op inhoud. En de griffier of de griffier moet zich daar niet mee bemoeien. Nee, je kunt daar wel degelijk initiatieven in nemen. En als je dat doet en je hebt het vertrouwen, want dat hoort daar natuurlijk ook bij, hè? Je hebt het vertrouwen en het respect van bijvoorbeeld een gemeenteraad om dat soort dingen te kunnen en mogen doen, dan zijn daar best wel mooie dingen in te realiseren. En dat vertrouwen en dat respect, dat krijg je, dat kwam in het begin van deze ochtend ook aan de orde, door heel veel te investeren in fractievoorzitters, in een werkgeverscommissie, in raadssessies beleggen. Ik heb ongelooflijk veel raadssessies om dit soort onderwerpen te bespreken. Ik sta er soms van te kijken dat men dat in deze drukke tijden accepteert. Maar het werkt wel om je positie in dit soort trajecten te krijgen. En soms lukt dat in gemeentes ook van geen kant door, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar dit zijn wel hele praktische voorbeelden in die voorkant van het traject. Als je dan teruggaat. Ik haal even de één na laatste puntje erbij. Dat is volgens mij in veel gemeentes wel bekend. Dat je ook trainingen, cursussen kunt organiseren
om inwoners enthousiast te krijgen voor politiek in deze tijden waar het toch wel lastig is om mensen geïnteresseerd te krijgen in politiek. Politiek actief organiseert pro-demo's. Jij in politiek is een ongeveer hetzelfde traject, iets wat meer op de praktijk georiënteerd van BMC. Waarom haal ik dat er even bij? Omdat die trainingen en cursussen niet alleen heel interessant zijn, maar ik werk op dit moment in een gemeente, voor een gemeente. Dat realiseerde ik me pas later, dat 50%, iets meer zelfs dan 50% van de huidige raadsleden, geïnteresseerd zijn in politiek vanwege dit soort trainingen en ondersteuningen. Dus dat heeft in de praktijk heel veel effect gehad. En dat straal ik ook overal uit om dit ruimschoots voor de verkiezingen te starten. Maar dat is geen onbekend thema voor jullie, denk ik. Nou, wat is nog? Ik zal even. Kijk, waar het mij nu om gaat, is hoe meer je investeert in dat puntje 1, wat je vooraf doet, hoe groter de kans is dat de dingen die bij puntje 2 staan, gerealiseerd kunnen worden. Dat jij een adviseurschap krijgt in de periode van die coalitieonderhandelingen. Dat heb ik een aantal keren mogen doen, maar vooral omdat ik zoveel aan de voorkant heb geïnvesteerd. En een aantal keren niet de informateur, maar wel het eerste maatje van de informateur. En dan kun je toch met een vrij neutrale, politiek neutrale blik allerlei trajecten ondersteunen. Ik heb mijn verhaal bewust niet ingestoken op de dingen die bij punt 3 staan, want die zijn volgens mij voor jullie redelijk vanzelfsprekend. Dat je een document maakt, daar moet je overigens nu wel mee beginnen. Van wat doet de huidige raad, wat vindt de huidige raad van het instrumentarium, het gedrag, de verhoudingen, de stijl van besturen, et cetera. En dat je dat overdraagt naar de nieuwe raad. Ik verwijs even naar documenten wat de Vereniging van Raadsleden heeft gemaakt. Het is een hartstikke mooie, bruikbare opzet daarvoor. Ik zie dat ik nog maar 2 minuten heb, maar het is heel erg streng hier. Procesbegeleiding betekent ook dat je vroegtijdig aandacht moet vragen voor de versterking van de raad door de rol die de Griffie heeft. Dus in een, even een concreet voorbeeldje, een fractievoorzittersoverleg wat in oktober is, ga ik aan de praat met thema's die hier staan verwoord. Om helderheid te krijgen wat hun verwachtingen zijn, zodat je iets hebt wat je kunt inbrengen tijdens die coalitieonderhandelingen. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat als de verwachting is dat je strategisch adviseur moet zijn of hoeder van een lokale democratie of alleen maar een griffier die papier verplaatst, dat een hele andere kwaliteit en een hele andere kwantitatieve bemensing vraagt. Daar moet je wel over praten met de mensen. En puntje 3 lijkt heel vanzelfsprekend, maar ik zie dat in de praktijk lang niet altijd goed functioneren. Een overleg tussen burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. In sommige gemeenten werkt het als een tierenlier. En een andere uiterste, in andere gemeenten moet je bevechten dat een bestuurlijke driehoek regelmatig bij elkaar komt. Zorg dat die bij elkaar komt, zorg dat er een fatsoenlijke agenda is. En zorg vooral ook dat die relatie heel erg goed is. Daar mankeert nog wel eens wat aan. Ik had op de achtergrond een aantal stellingen waar ik met jullie over zou willen praten. Maar ik kijk even naar degene die dit begeleidt of daar überhaupt nog tijd voor is. Na afloop van dit verhaal hebben we een aantal dingetjes die jullie toegestuurd zal worden. Over een introductieprogramma voor nieuwe raadsleden. Wat je zoal kunt doen om die goede gemeenteraad te laten ontstaan en in positie te brengen. En dat onderste. Er zijn een heel boekenkasten vol geschreven over de rol van een burgemeester. Over de rol van een griffier,
over de rol van een gemeentesecretaris. Maar we hebben onlangs de vraag gekregen om een boek te gaan maken, wat nou precies die drie lijnen kunnen inhouden. Die drie lijnen tussen burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Wordt op dit moment hard aan gewerkt. Ik denk dat de presentatie daarvan in november zal plaatsvinden. Dat vindt in november plaats, omdat we juist de mensen in positie willen brengen voor de komende verkiezingen en coalitieonderhandelingen. En wij schrikken af en toe, in alle eerlijkheid, omdat we denken dat we iets vanzelfsprekends verwoorden over die drie rollen en het samenwerkingsconstruct, maar dat best bij veel mensen nog onduidelijk is. Ook functionarissen waar je dat niet van verwacht. Wouter die vraagt, ben ook erg benieuwd naar puntje 6. Puntje 6. Dat is ander puntje 6, denk ik. Ja. Die heb ik opgenomen, omdat... ook als griffier word je overal geconfronteerd met onderwerpen die met regionale samenwerking en structuren te maken hebben. Dat is allemaal heel goed. Ik denk dat dat ook zo moet blijven en dat daar her en der grote successen zijn behaald. Maar ik denk dat het niet onbekend is voor jullie dat elke week de vraag terugkomt, wat is nou onze positie als raad? Wat is nou de autonomie van de gemeente? Wat is de betekenis van de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen? Wat kunnen wij als raad doen om toch nog aan het stuur te zitten, terwijl je er ook bewust voor kiest, mag ik hopen, om een aantal taken over te dragen aan een samenwerkingsconstruct? Daar zit een spanning in. Die spanning is nooit weg. Ook al is er al heel veel over gepraat, wat ik concreet doe, is weer zo'n sessie met de raad organiseren, een aantal ervaringsdeskundigen erbij, en aan de huidige raadsleden vraag hoe zij hun positie op dit moment ervaren en wat dat betekent voor de eigen rol van de gemeente en de eigen rol van de raad. En wat betekent dat ook voor het toekomstperspectief? En dan hebben we het helemaal niet over herindelingen of dat soort zaken. Maar je moet wel periodiek op de agenda zetten hoe je als gemeenteraad vindt dat je daarin acteert. En waarom voer ik dat hier op? Dan moet je als griffier een initiatief innemen. En daar komt iets uit. En dit is zo'n belangrijk thema dat dat ongetwijfeld consequenties krijgt voor een coalitieakkoord of onderhandelingen die gaan plaatsvinden. Dus je hoeft niet als griffier, sterker nog, dat moet je zeker niet doen, in de inhoud gaan zitten, maar neem het initiatief om dat nu, oktober, november, december, te organiseren. Dat zijn hele praktische voorbeelden die ik op dit moment ook doe. En er zit natuurlijk een beetje een dubbele agenda achter, in alle eerlijkheid. Het gaat er ook om dat je serieus genomen wordt als griffie en als griffier op het moment dat het proces van die onderhandelingen plaatsvindt, want je kunt allerlei hartstikke mooie documenten maken, maar het gaat ook om je positie als griffie en griffier. En dat komt toch vooral ook tot uiting door sessies te organiseren, praten met mensen, ook documentjes maken, maar die maak je pas als dat het resultaat is van een aantal overleggen die plaats hebben gevonden. Ik word heel streng naar mij gekeken dat ik moet afronden. Wil iemand nog uitnodigen voor een dringende vraag misschien, maar daarna ook afronden. Mag ik jullie dank zeggen voor jullie aandacht?